Welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Merino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending met de toespraak van gezaghebber Edison Reyna over de volgende coronamaatregelen van 2022. Ik wil starten met iedereen een bon anje te wensen. En natuurlijk is het mijn gewoonte om bij jaarwisseling iedereen een jaar vol geluk en voorspoed toe te wensen. Dit jaar heb ik nog één wens. En dat is dat ieder van ons die op Bonaire woont of op bezoek is, in goede gezondheid blijft. Ik spreek deze wens uit omdat aan het einde van het jaar 2021 de Omicron-variant van het coronavirus Bonaire heeft bereikt. De afdeling publieke gezondheid verklaarde afgelopen week nog dat wij rekening moeten houden dat het aantal besmettingen met de Omicron-variant snel stijgt. De afgelopen dagen hebben we een duidelijke stijging gezien van het aantal mensen in isolatie. Dus mensen die anderen kunnen besmetten met het coronavirus. Vandaag zijn er 262 mensen thuis in isolatie in verband met een coronabesmetting. Dit is veel meer dan de afgelopen weken. Het aantal nieuwe besmettingen over de afgelopen dagen neemt duidelijk toe. Er zijn 4 mensen in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19 hier op Bonaire. Van ieder 10 mensen die ruim een week geleden besmet raakten, waren 5 à 6 mensen met de Omicron-variant besmet. We verwachten dat het aantal besmettingen met de Omicron-variant nu al hoger is. Publieke gezondheid houdt er rekening mee dat wij weer een piek krijgen in het aantal besmettingen. Een piek kan betekenen dat meer mensen die met het virus besmet zijn naar het ziekenhuis moeten op ons eiland. Dit leidt tot druk op het ziekenhuis en andere delen van de zorg die nu al aan het toenemen is. Daarom is publieke gezondheid sinds december 2021 bezig om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de boosterprik snel te halen, zodat ze beter beschermd zijn. Onze publieke gezondheid biedt ook mensen die de eerste of de tweede coronaprik nog niet hebben gehaald, de kans om dat te doen. Met de boosterprik en de 2 coronaprikken wil de afdeling burgers beter beschermen, zodat ze niet ernstig ziek worden als ze met de Omicron-variant besmet raken. Deze maand worden de priktijden verlengd voor personen die boosterprik, de eerste of de tweede coronaprik nog niet hebben gehaald. De verlenging van de priktijden wordt deze week bekendgemaakt. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website www.bonairecrisis.com of volg onze pagina's op de verschillende social media's. Ik wil nu even stilstaan bij de openbare orde. Bij de jaarwisseling waren er heel veel mensen in het centrumgebied de Playa en op sommige openbare stranden samengekomen. Nu de Omicron-variant op Bonaire is het nog belangrijker dat mensen niet in grote groepen samenkomen. Het is belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich aan de regels houdt. In de situatie waar we nu zitten, moeten we nieuwe maatregelen nemen om het contact tussen mensen te verminderen en de kans te verkleinen dat het virus zich gemakkelijk verspreidt. Daarom worden vanaf nu, 4 januari, om 12 uur 's nachts de volgende maatregelen van kracht. Deze maatregelen zijn geldig tot en met 4 februari aanstaande. We zullen de situatie natuurlijk in de gaten blijven houden en indien dat nodig is, de maatregelen versoepelen of verzwaren. Voor samenkomsten in de privésfeer is er een maximum van 10 personen die tot maximaal 2 huishoudens behoren. Alle horecabedrijven moeten om 12 uur 's avonds dicht
En er worden 4 volwassene personen op een vaste plaats aan elke tafel toegestaan. Evenementen buiten zijn toegestaan met een maximum van 50 personen. Het aanwezige publiek mag niet zingen en niet dansen en de mensen hebben vaste zitplaatsen. Er wordt slechts 1 persoon van een huishouden of van een groep toegestaan in alle winkels. Dit betekent dat je bijvoorbeeld niet in een groep naar de supermarkt kan gaan, ook niet met 2 of meer mensen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen mogelijk voor mensen voor wie het lastig is om in hun eentje boodschappen te doen. Bijvoorbeeld alleenstaande ouders of burgers met een lichamelijke beperking die hulp nodig hebben als zij boodschappen gaan doen. De gezaghebber vertelt meer over de COVID-19 maatregelen, onder andere advies om zoveel mogelijk buiten te sporten. Bij begrafenissen of huwelijken is een maximum van 50 mensen toegestaan tijdens de officiële ceremonie. En iedereen die aanwezig is, moet op 1,5 meter afstand van elkaar. Alle andere activiteiten die te maken hebben met begrafenissen of huwelijken worden als privé samenkomst beschouwd. En zoals we weten, er worden daarbij dus een maximum van 10 volwassene personen toegestaan uit 2 huishoudens. Er wordt geen publiek toegestaan bij sportactiviteiten of sportevenementen binnen. Buiten mag er een maximum van 50% van de totale capaciteit aan mensen aanwezig zijn. Iedereen moet een afstand van 1,5 meter houden bij de aanwezigheid. Het blijft toegestaan om sport te beoefenen. Het dringende advies is om buiten te sporten. Sportscholen kunnen open blijven zolang alle aanwezigen die 1,5 meter afstand kunnen houden. Het dringende advies ook aan sportscholen is om regelmatig alle ruimte goed te luchten. Casino's moeten om 12 uur 's avonds dicht. Seksinrichtingen gaan ook dicht. Er zijn enkele maatregelen die al van kracht waren. Ik doe daarom nogmaals een serieuze oproep aan alle werkgevers om hun personeel, waar dat kan, zoveel mogelijk thuis te laten werken. Bij de dagopvang voor onze ouderen moet iedereen zich aan de basisregels houden. Alle beoefenaren van contactberoepen, zoals kappers, masseurs, fysiotherapeuten, moeten op hun werk een mondkapje dragen. Aan alle kerken wordt er met klem geadviseerd en gevraagd om niet te zingen tijdens de mis of de dienst en de basisregel te blijven volgen. Alle discotheken blijven voorlopig ook dicht. We zullen de situatie in de gaten blijven houden en indien dat nodig is, de maatregelen versoepelen of verzwaren. We hebben in het verleden de reisvoorwaarden om naar Bonaire te komen aangepast om de komst van de Omicron-variant naar ons eiland te vertragen. Nu de Omicron-variant op het eiland is, zullen opnieuw naar de reisvoorwaarden kijken om naar Bonaire te komen. U hoort daar snel nog meer hierover. Er zijn nu veel meer bezoekers die juist naar ons eiland komen om te ontsnappen aan een lockdown of een andere zware maatregelen in hun land. Ik doe een serieuze oproep aan alle bezoekers om alsjeblieft mee te helpen ons eiland veilig te houden. Vergeleken met een land in lockdown lijkt het misschien alsof de situatie op Bonaire heel rustig is. Maar dat is niet het geval. Zoals ik al zei, de Omicron-variant is op Bonaire. En deze variant bedreigt ons allemaal. Zorg ervoor dat u niet de bezoeker bent die onze gezondheid in gevaar brengt. Alsjeblieft, houdt u zich aan de regels en maatregelen hier op Bonaire.
Een overzicht van al deze maatregelen kunt u vinden op onze website www.bonairecrisis.com en natuurlijk ook op onze social media pagina's. De nieuwe maatregelen en maatregelen die we al hadden helpen ons om het eiland zo veilig mogelijk te houden. Ik ben mij bewust van de offers die ons volk moet brengen om ons aan de verplichte maatregelen te houden. Ik wil aan elk van u vragen om de extra mijl met ons te gaan. Het is niet gemakkelijk, maar het is noodzakelijk. En als iedereen offers brengt en een steentje bijdraagt, kunnen we na verloop van tijd de maatregelen aanpassen zo gauw de situatie dat toelaat. NOS-TV heeft de volgende COVID-cijfers van deze week. Op 3 januari 2022 zijn er 262 actieve gevallen van COVID-19 op Bonaire. Van de 70 binnengekomen testresultaten waren er 43 positief. 15 van de nieuwe gevallen zijn bezoekers van Bonaire. Er liggen 4 personen van Bonaire in het ziekenhuis vanwege COVID-19. 19 personen zijn hersteld. Op 4 januari zijn er 359 actieve gevallen van COVID-19. Van de 236 binnengekomen testresultaten waren er 133 positief. 40 van de nieuwe gevallen zijn bezoekers van Bonaire. Er liggen 4 personen van Bonaire in het ziekenhuis vanwege COVID-19. 36 personen zijn hersteld. Op 5 januari zijn er 477 actieve gevallen. Van de 216 binnengekomen testresultaten waren er 129 positief. Er liggen 4 personen van Bonaire in het ziekenhuis vanwege COVID-19. 11 personen zijn hersteld. Op 6 januari zijn er 584 actieve gevallen van COVID-19 op Bonaire. Van de 199 binnengekomen testresultaten waren er 112 positief. Er liggen 5 personen van Bonaire in het ziekenhuis vanwege COVID-19. En 5 personen zijn hersteld van COVID-19. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar Duo Penotti te kijken. Elke vrijdag, na Vega die nummer, om 20:20. Televidente na, at nostra trove, torcia bierna a noci, dus wezen Vega die nummer, 20 passati 8. Natuurlijk, alleen op NOS TV te zien. Het kanaal nettamente Bonaireano. Saludos televidente. Mi que invitavo pa tour già domingo, metà di 9 a noci, pa vos sintonizar Dale Clave, camina a mi Giovanni Mercera, tabai papia cu e artista Bonaireano Bibana Boneiro, e artista Bonaireano Biba Afo, e sun cu noto Bonaireano Bibana Boneiro, e è un internazionale. Sintonizza, non si vede, buon canale nettamente Bonaireano, tu già domingo, metà di 9 noci, e ripetizione, riva chiamar, después di juega di numero, Boneiro, non perdie! Plataforma Farandulero TV, um programa cargado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado por Sadi Klaber. Tudo é domingo à noite, metade de 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, o canal netamente bonaireano. Plataforma Farandulero TV, apresentado por Sadi Klaber. Música.
Cas de Emoción, también la nuestra crea espacio para crecimiento mental emocional y así na eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo, Cas de Emoción, vitamina para mente, alma y espíritu. No perder, Cas de Emoción, purja luna noche mitad de 9, aquí en nuestra TV, el canal netamente bonariano. Share nos website cubo ser nan keri den exterior y la ganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wak nos TV, una cubota. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Volgens Huub Groot, voorzitter Kamer van Koophandel, hebben ze besloten om de jaarbijdrage van Nederland niet toe te passen. Dit brengt extra belasting met zich mee voor de ondernemers. Het is begrijpelijk dat je misschien over 15 jaar dezelfde situatie hebt als in Nederland. 6 jaar geleden, dat men zegt van ja, nu is het een keer klaar met de jaarbijdrages. Hè, bij andere kosten die we hebben. Toenertijd heeft EZK gekozen voor de jaarbijdrage over te nemen in Nederland. Maar daartegenover stond ook een belastingverhoging op bepaalde gebieden voor de ondernemers. Dus daar zie je alweer het stukje van wie betaalt bepaalt. Wij hebben niks te kiezen. We hebben proberen met z'n allen afgelopen 6 jaar naar een fair en eerlijk tarief te gaan. Tuurlijk zullen er omhoog gaan. Een aantal zullen er ook veel beter van worden. Dan zullen ze dat nu niet direct zien. Maar als ze heel eerlijk waren geweest in de afgelopen 10 jaar, op basis van je eigen vermogen, hadden velen veel meer moeten betalen. Wij willen als KVK streven naar een professionele organisatie, onafhankelijk, maar ook independent qua financiën. We hebben in het verleden altijd een zorgcontract gehad, subsidies uit Nederland van de EZK. En daar is nu voor gekozen om dat op projectbasis te doen. Waardoor we eigenlijk in de toekomst meer dingen kunnen gaan doen, omdat we zelf redzaam zijn met de bedragen die we hopen binnen te krijgen om de dingen die we nu doen, KVK Academie, ondernemerschap op school, handelsregister, etc., om dat uit eigen middelen te betalen. En als er bijvoorbeeld volgend jaar een prachtig project is voor ondernemers X of ondernemer Y, dat gezamenlijk met het OLB te doen. 3 jaar geleden kregen we nog 2 ton, $200.000 van het OLB. Dat is 3 jaar geleden is dat gehalveerd. Daar moesten we ook altijd redelijk hard voor vechten, hè, door middel van een zorgcontract. We hebben enorm goed contact met het huidige BC. En ook zij zijn daarover met ons in conclave gegaan en over nagedacht hoe we dat voor het beste, voor de toekomst in kunnen vullen. Ik had net met Charette, die heeft het goed uitgelegd. KVK heeft toch redelijk veel administratiewerk voor de registers en zo. Ja, ja, enorm veel. Eenmanszaak kan hier worden opgericht. Het is natuurlijk ook een betrouwbaarheidsfactor. Hè? Dat is dus, hè, we hebben goed gekwalificeerd personeel hebben we in dienst. Statuten moeten worden gecontroleerd. Namen moeten gecontroleerd worden van de NV's of de handelsnaam. Nou, ga maar zomaar door. En er is natuurlijk regelmatig dat, misschien niet bij een eenmanszaak of een kleine BV, waar je 1 bestuurder hebt. Maar er is regelmatig bij verenigingen dat de besturen wisselen. Dat er bij BV's en NV's meer dan 2 bestuurders, dat worden gewisseld. Inschrijvingen, uitschrijvingen, nieuwe directeur, oude directeur, et cetera, et cetera. Het is meer dan men denkt vaak. Erik Soljana, voorzitter Bonaireaanse Sportfederatie, heeft een brief gestuurd naar de Kamer van Koophandel om rekening te houden met het verhogen van de jaarbijdrage bij sportfederaties. Alle beste wensen voor 2022 en God zegen. Om te beginnen, wij hebben inderdaad een brief richting Kamer van Koophandel gestuurd. Aan de hand van onze leden hebben ook geklaagd, omdat ze hebben begrepen per 1 januari zijn de tarieven verhoogd. En daardoor wordt het een beetje moeilijk voor het sportgedeelte. Want de meeste organisaties, ze werken op vrijwillige basis. En omdat ze op vrijwillige basis werken, het is moeilijk dan om geld te genereren, vooral met sport. Omdat de meeste jeugd die op sport zitten, ja, ze doen dat, ze betalen meestal geen contributie en elke sector in het sportgedeelte, ze maken geen winst. Wij kunnen duidelijk praten, er is een non-profit organisatie, dus het is niet als je kan vergelijken met een bedrijf die winst maakt en winst boeken. Dus
qua sportorganisatie is het heel moeilijk om aan fondsen te komen. Sponsoring is moeilijk en denk aan dure materialen. En we hebben vrijwilligers in de sportsector die werken. Na hun werk moeten ze snel naar huis omkleden om de jeugd te begeleiden in sport. En ze verdienen eigenlijk helemaal niks. En vandaar door die stijging zijn een aantal leden van de Bonaireaanse Sportfederatie gezegd, ja, het is wat moeilijk en het wordt duurder. Kunnen wij iets betekenen? Dus wij hebben besloten gedurende feestdagen, einde van 2021, om toch aan tafel te zitten snel en besloten om een brief te richten aan de Kamer van Koophandel met een verzoek om aan tafel te gaan zitten, om te bespreken, om te kijken de mogelijkheden om toch een beetje verlaging of wat ons betreft, we schaffen het hele bedrag zelf af wat betreft sport. Omdat er geen inkomen is, er is geen winst te maken binnen sport. Het is meestal uitgeven, uitgaven, uitgaven, uitgaven. En wij doen het vaak in de sportsector als vrijwilligers. En wij zijn ook bewust als vrijwilligers op een dag zeggen wij doen het niet meer. Dan hebben we grote problemen met ons jeugd. En dat kan zelf leiden tot criminaliteit en zelf dat onze jeugd zal belanden in de gevangenis. En het komt echt niet ten goede van de hele bevolking van Bonaire. Dus vandaar als BSF staan wij helemaal 100% achter onze leden. En wij hebben besloten om het brief te sturen met een verzoek aan Kamer van Koophandel om aan tafel te gaan zitten om te kijken wat wij eruit kunnen halen. Het is niet de bedoeling dat wij gaan vechten met Kamer van Koophandel, maar wij willen wel de Kamer van Koophandel laat zien dat oké, ze hebben begrip voor, ze gaan begrip voor tonen, dat wij in ieder geval het bedrag niet gaan verhogen, liever qua BSF, gewoon weghalen, gewoon het bedrag weghalen, omdat wij vinden ook dat als sport, we worden ook niet gepromoveerd door KVK, intern of op het eiland zelf, ook niet in het buitenland. Kijk, we zijn geen bedrijf in de sportsector, dus bedrijven die maken winst, maar sportfederatie en sportorganisatie maken geen winst. Dus elk dollar die uitgegeven dient te worden, kost hevig geld en moeite bij sportorganisatie. En vandaar, wij wachten inderdaad ook op reactie van Kamer van Koophandel voor uitnodiging. En wij zitten graag aan tafel met Kamer van Koophandel om informatie te krijgen, misschien aan bepaalde afspraken te komen, om weer terug te gaan naar de leden, om mede te delen wat eruit is gekomen. Aanstaande vrijdag zal de Kamer van Koophandel met de Bonaireaanse Sportfederatie aan tafel gaan zitten voor een oplossing. We gaan naar de volgende item. Bewoner van Lagoon Farid Ayoubi heeft zijn zorgen over het vergiftigen van honden in de buurt van Lagoon. Nos TV heeft het volgende. Ja, het is zo, niet nu, maar jaren al, bestaat er een situatie dat een of andere geitenboer, die rijdt langs met zijn wapen, ik denk hij heeft toestemming ervoor, hij rijdt langs en hij schiet alle handen dat hij vindt te pletter met zijn wapen. Dus ik denk mensen hebben klacht ingediend bij de autoriteiten en deze meneer is waarschijnlijk door de wet, door de politie gezegd van luister, je wapen is alleen voor jouw kanoek. Dus deze meneer heeft dan een andere technologie, een andere technologie, nu rijdt hij langs en hij gooit gif in de buurt. Maar het probleem van de gif is bijvoorbeeld, niet alleen de honden eten die gif, je hebt ook dieren van de bossen, je hebt leguanen, je hebt lagedissen, je hebt vogels, je hebt die aguila's, die grote arends en zo. Die eten ook dat gif. Ik had een situatie thuis dat van 's avonds en 's morgens ben ik meer dan 20 kippen kwijt. Want af en toe loopt een kip buiten je hek en eet buiten. Maar als die kip binnenkomt, de gif zit nog in de lichaam van die kip. Dus die andere kippen die eten misschien een beetje van die kip. Dus ja, het wordt erger en erger. Dus ik denk dat het nu tijd is voor de autoriteit om maatregelen te nemen om dit te stoppen. Hebben jullie wel de autoriteiten op de hoogte gezet?
Die autoriteiten weten het, want iedereen, het was in de kranten, het was in de televisie, iedereen weet. Bijvoorbeeld bij de strand op Lagoon, iemand die zet bordjes, komt niet met honden. En die gooit ook kippenpootjes of vlees met gif erop. Maar het is gevaarlijk, want kinderen spelen ook op de strand op Lagoon. En het is zeer gevaarlijk. Dus het is tijd dat de overheid iets eraan doet. Ja. Niet alleen dat, maar in de toekomst zal ik ook praten. Want vroemoes en Bonaire zijn vroemoes. Vroemoes betekent, je hoort, die heeft gezegd. Dezelfde konokenboer bijvoorbeeld, waar ze het over hebben. Die heeft houten dozen. Met een valdeur. Dus als de hond erin gaat, valt de deur dicht. En dan hebben we gehoord van mensen die zeggen dat hij benzine op die honden gooit en dan levend in de brand zet. Dat is ook vreselijk als dat waar is. Dus ik denk het is tijd voor de overheid om maatregelen te nemen en dat de rechercheurs erachter gaat om te kijken of deze stories waar zijn of niet waar zijn. Naast de dode handen met gift, krijgen jullie ook levende handjes hier in de buurt. Waar komen die vandaan? Mensen die brengen hun honden hier en die denken van ze brengen hun honden hier, ze gooien hun honden weg en de honden blijven levend hier. Ik heb informatie, want ik ben zelf een lid van dierenbescherming. Ik ben een van de eerste leden samen met anderen, ben ik lid van dierenbescherming. En wij weten dat bijvoorbeeld als mensen naar Nederland gaan wonen of ze gaan in het buitenland wonen en ze kunnen niks met hun honden en dan gooien ze hun honden weg in de natuur. Dit geldt niet alleen voor Antillianen, dit geldt ook voor buitenlanders. Het kan Spaans sprekende zijn, Nederlands sprekende, Engelsen, van alles en nog wat. En dit gebeurt als ze dat doen. Ze brengen de honden leven. Persoonlijk heb ik zelf deze 2 maanden heb ik 1 keer 3 honden gebracht naar de dierenasiel. Een andere keer heb ik 2 honden gebracht naar de dierenasiel. Dat is al 5. Mevrouw Ingrid Marcelina die heeft 3 puppies gebracht naar de dierenasiel. Dat is dan 8. En al die anderen die dood zijn geschoten of vergift zijn, boven de 15 honden in misschien 1,5 maand. Horticulturaal heeft een goed jaar achter de rug. We spreken met de coördinator Ghislaine Monte over afgelopen jaar en komende projecten van Horticulturaal. Wel, onze projecten gingen best goed eigenlijk, ongeacht alle veranderingen en maatregelen die we moesten rekening mee moesten houden, is het toch gelukt om door te gaan met activiteiten van de ouderen hier bij Horticulturaal en daarnaast ook streetcolors, want het was allemaal openlucht met kinderen. Dus het is ons gelukt om toch door te gaan met de projecten. Laten we toch een beetje over streetcolors praten, want die denk ik was die grootste project van jullie, denk ik. Een van de grote projecten die we hebben. Ja, streetcolors Bonaire is dat was een groot succes. We hebben die afgerond vorig jaar in december met een muur bij Dash Kitchen, waar de kinderen hun alles wat ze hebben geleerd eigenlijk gedurende het hele traject konden toepassen op de muur. In samenwerking met coaches die lokale kunstenaars zijn. En we hebben hun echt losgelaten en een beetje begeleid van om het te beginnen, maar daarna gingen de kinderen helemaal los met de muur. Jullie hadden ook met WNF, Wereld Natuur Fonds, over de Clico Challenge. Ja, inderdaad. We hebben de Clico Challenge gedaan ook in het eind van het jaar. Het was een leuke samenwerking met zowel WNF, Celibon, DCB en OLB ook. Dat was ook een groot succes, groter dan we hadden verwacht eigenlijk. En daar zijn we echt trots op. Natuurlijk doen jullie ook mee aan muziek. Jullie hadden een soort virtuele concert, laten we zo zeggen. Hoe kwamen jullie hierin? Ja, nou normaal, we hebben hier op dinsdag en woensdag komen ouderen om muziek te maken samen. En het gaat om gitaarlessen, kwarta, symfonieën. En normaal gaan ze ook optreden bij Castiquido of hier gewoon geven we optreden, kerstoptreden eigenlijk. En dat is dus, dat mocht niet dit jaar gezien de maatregelen. En we hebben besloten dan om het virtueel te doen. Wat ook heel leuk is uitgerold eigenlijk. Dat we dat hebben gedaan en die is ook te zien op YouTube eigenlijk. Plannen voor de toekomst? Ja, we hebben verschillende projecten. We hebben ook cultuur, educatie met kwaliteit waar we nu mee bezig zijn. Daar gaan we nu verder op borduren. We zijn aan het begin. Wat houdt dit in?
Ja, cultuureducatie met kwaliteit. Dat is een project eigenlijk waar Platform Cultural penvoerder van is. Dat we dan coördineren dat cultuureducatie binnen de scholen komt. En dat houdt in dat cultuurinstellingen samen gaan werken met scholen om producten te ontwikkelen waar de kinderen dus meer aan cultuur kunnen krijgen op school. Zijn er verdere plannen voor wat betreft Hofcultural? Even nadenken. Ja, we hebben de Street Colors Bonaire die dan een andere vorm gaat krijgen dit jaar. Maar waaruit we ook een publicatie gaan plaatsen van de kunstwerken die al zijn gemaakt en wat nog allemaal op Bonaire is gekomen. Daarnaast hebben we Cultura Patour, dat is een samenwerking met MHC, Mental Health Caribbean. Waar we ook workshops gaan geven aan 3 verschillende doelgroepen. Dat zijn kinderen, volwassenen en de naasten van de familie, die dus van de cliënten van MHC. Daar gaan we dus workshops aan geven. Verder gaan de activiteiten gewoon bij Hofie door. Zo kan ik een beetje. Oh, we hebben ook de Companhianos Grandinang project. Dat is een project waar ouderen die een beetje eenzaam zijn, een maatje krijgen waarmee ze dus 1 keer per week activiteiten gaan doen. Die gaat ook door. Dus we hebben aardig wat dingen die doorgaan dit jaar. Mensen die contact met jullie willen nemen? Ja, als mensen contact met ons willen nemen, kunnen ze op onze Facebook of Instagram. We hebben een website, Platform Cultural, hofcultural.com, als ik me niet vergis. En ze kunnen ons gewoon mailen, berichten en daar reageren wij graag ook op. Toch wil ik sluiten met een mooie boodschap met wat betreft culturen gedurende 2022. Ja, ik wil graag iedereen fijne 2020, fijn nieuwjaar wensen, gevuld met creativiteit, liefde, rust en vooral gezondheid. Arubanen op Bonaire vierden hun traditionele feest Dande met Oudejaarsavond. Nos TV heeft het volgende reportage. Traditie dat we elke jaar op Aruba hebben. Het is aan het eind van het jaar. Een groep van Dande is eigenlijk een groep dat na 12 uur begint met het zingen en muziek spelen en we gaan huis voor huis. En dat is de traditie. Het is eigenlijk een soort zegen dat je brengt, al je wensen dat je brengt naar alle mensen die je thuis langskomt. Dus het wordt gevierd eigenlijk op nieuwjaar? Op nieuwjaar, ja. Precies. Zingen, dansen, wat zingen jullie, wat dansen jullie, hoe gaat het? Nee, het is alleen maar zingen en muziek spelen en het is eigenlijk dansen. De mensen voelen het, hè? Dus dan dansen ze ook mee. Als je de muziek voelt, mag je er ook op dansen. Maar het is eigenlijk een zegen, je wensen brengen voor mensen. En dat vieren ze eigenlijk vroeger en tot nu toe, als er bijvoorbeeld mensen willen, tot 6 januari. Ja. Nou, dus zoals we het hier noemen, Dia di Tres Rei. Ja. En
ja, dat is het eigenlijk. Ja, het is zo. Het was begonnen door Maya van Maya's Corner. En ze was vorig jaar begonnen met 3 meisjes. Ze gingen gewoon voor de gezelligheid. En deze keer wou ze de groep iets groter maken. En toen zei ze van, hey, join jullie ons even. En gezellig, om gezelligheid te doen, gewoon thuis even trainen. En toen zei ze van, nee, weet je, we gaan toch langs huizen. En zo, we begonnen hier, ja. De 30ste. En daarna gingen we door, gewoon een paranda. Je was de zanger van de groep. Sluit met een mooie dande voor ons. Nou, odande waya no botur misionang, ay no be, odande ta deseo di trai montagna, ay no be, odande no sabin pa benishonabu, ay no be, odande ta deseo di curazon, ay no be, bonairo, nos te deseyabos nantur, un bon aya, gelukkige nieuwjaar en alles prettig voor jullie en de zegen van God voor jullie allemaal. Mijn naam is Charlotte van Irineo. Ik keek naar het Bonaire Journaal van deze week. NOS TV Bonaire wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en een fijne avond.